www.deboodschap.today. Nationale opstelling vereist om export van agrarische gewassen veilig te stellen. Minister Rabin Permisser van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij eist een nationale opstelling tussen overheid, producenten en exporteurs als het gaat om het veiligstellen van de export van fruit en groenten naar de Europese Unie. Op maandag 15 juli 2019 zijn verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector op het ministerie bijeengekomen om van gedachten te wisselen over de te nemen stappen in deze kwestie. Suriname dreigt een deel van haar moeizaam verworven exportmarkt voor groente en fruit naar de Europese Unie kwijt te raken. Reden hiertoe is het aantreffen van schadelijke organismen in de groenten- en fruitzendingen. Vanuit Suriname is op onverantwoorde wijze omgegaan met de verpakking en verzending van producten waarbij het insect, de Trips palmi, in Sopropo en Boulanger zijn ontdekt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.